Ja, Marcel, de aftrap is gemaakt. Het eerste uur zit erop. De eerste nieuwe uitzending in de nieuwe setting hier in Runnerswold, hè? Ja, klopt. Het sportradioprogramma van Omroep Tilburg. Derde seizoen nu. En voor de eerste keer hier bij Runnerswold in Tilburg. Jacques, onze gastheer, eigenaar van Runnerswold Tilburg, die heeft ons uitgenodigd van kom hier de eerste live-uitzending maken met hele leuke gasten. Ja, want ik heb natuurlijk net al met kippenvel zitten luisteren, want je hebt natuurlijk het verhaal van Evi gehoord. Ja. Hè? Kun jij daar iets meer over vertellen? Nou, Evi van Kempen, ze zit daar. We hebben nu even pauze. Het eerste uur zit erop. We gaan daar lekker door met het tweede uur. Een onwaarschijnlijk levensverhaal. Ze heeft kanker overwonnen. Ze heeft een nieuw hart. Ze heeft een nieuwe nier. En een paar weken geleden gewoon twee gouden medailles gehaald bij wedstrijd zwemmen. De World Transplant Game met de wereldrecord. Ja. Ze gaf al aan van ik heb drie keer heb ik al afscheid genomen van mijn familie. En ja, echt kippenvel was dat. En geweldig dat ze er is. En overigens ook de andere gasten. Ja. Welke andere gast heb je vanavond nog meer? Peter Galle, de interim directeur van Willem II. Tot volgende week. Annemarie Geurts, zij is sportfysiotherapeute en directielid bij Sportmedisch Centrum Tilburg. Hans Brankaert, ja, welke sport doet hij eigenlijk niet? Oud profielrenner, loper, trainer, bokser, noem maar op. Helemaal into de sport. Hij zit ook even in het zonnetje gezet door zijn zijn lopers, moet ik het dan even noemen? Nou, door de sportschool, denk ik. Hè. Die traint en dat doet hij helemaal vrijwillig. Dus hij heeft net een cadeautje gekregen, geloof ik. Ik zal hem daar eens vragen wat het geweest is. Ja, nou, helemaal leuk. Waar jullie het net over hadden, en dat is misschien ook al wel heel belangrijk voor de mensen. Verantwoord sporten. Goed begeleid sporten is heel belangrijk. Ja, absoluut. En ik denk dat de mensen die hier aan tafel zitten daar perfect over kunnen praten. We hebben medische mensen aan tafel zitten. We hebben de ex-directeur van het Olympisch Netwerk Brabant, Peter Galle, die nu dus de interim directeur bij Willem II is aan tafel zitten. Hans natuurlijk. En Evi, die weet als geen ander wat verantwoord sporten is. Dus helemaal perfect. En Jacques Kusters natuurlijk, hier van Runnerswold, die de perfecte schoenen uitzoekt natuurlijk. Ja, want ook dat heeft een bepaald concept. Hè? Het wordt gewoon echt helemaal bestudeerd, bijna, hoe schoenen moeten zitten en wat de beste schoen is die bij je past. Ja. Blijkbaar, en dat is gewoon heel belangrijk. Dat is absoluut heel belangrijk. Als dat allemaal goed zit en je loopt op een bepaalde manier, dan moet je gewoon de juiste schoenen hebben. En dan kom je niet met blessures in aanraking, et cetera. Dus, dat is op de radio allemaal niet te zien, maar op de televisie natuurlijk wel. Jij hebt een maandelijks programma. Wanneer kunnen mensen dat beluisteren? Normaal gesproken de eerste donderdag van de maand. Maar toen was het vakantie, dus we hebben hem nu gepakt op 22 augustus. Normaal gesproken de eerste donderdag van de maand. Maar dat wordt altijd aangekondigd via tv, via radio, om wanneer het te beluisteren is. En volgende keer gaan we weer naar een andere locatie toe. Wij weten hem al, maar we houden hem nog even geheim. Nou, ik zou zeggen, hou onze website in de gaten. En dan weet u de volgende keer waar het is. En kunt u misschien wel komen kijken zelfs. Want er zijn dan ook weer spectaculaire gasten. Ja, dat sowieso elke keer. En het is leuk, kom een keer radio kijken. Dat is heel leuk. Dus hoe een radio-uitzending wordt gemaakt bij Omroep Tilburg. Ik wens je nog heel veel succes met de volgende uur. Ik ga weer lekker naar je luisteren. Dankjewel. Dankjewel.